deze foto is een heel dierbare herinnering voor me. Waarom? Niet alleen vanwege de muzikanten die heel fijn waren om mee te werken op die januaridag in 1997. Maar ook om het feit dat als wij hun niet hadden opgenomen, we waarschijnlijk veel moeilijker in contact hadden kunnen komen later met Vink. Of het met andere Manchester bands hadden kunnen aanleggen. Dus met dank aan dit bijzondere tweetal, Andy Barlow en Louisa Rhodes, konden wij later andere mensen uit Manchester goed aanspreken voor bijvoorbeeld het doen van een 2 meter opname. Ik kijk toch regelmatig mijn ogen uit in de 2 meter studio. Vandaag zeker, want we hebben een lamp in de studio. Behalve deze huisstudio van Andy Barlow hebben we ook nog echte muzikanten. Een trompetist, Kevin. Een bassist met een personally designed double bass. Die er echt fantastisch uitziet, John. En we hebben een geweldige zangeres genaamd Louisa Rhodes. Andy heeft het nooit zo gehad met zangers of zangeressen. Hij ging jarenlang alleen maar voor instrumentale muziek. Maar met Louisa Rhodes wilde hij heel graag werken. Onder meer vandaag bij ons in de 2 meter sessie. Hier is Lamp. Schrijven januari 1997. Het is koud buiten de studio, maar dat zie je niet. Maar de band heeft wel naar zijn zin en we krijgen hartverwarmende muziek. Het mooie is dat die techneut, die Andy Barlow, die heeft zijn eigen mixboard meegenomen in de studio. En we krijgen voor het eerst te maken met een opvallend fenomeen, namelijk een muzikant die achter een mixboard geluiden staat te maken. En daarnaast, ietsje verderop, staat een fantastisch, bijna niet om aan te raken zangeres. Zo mooi, zo stilistisch fraai. In de muziek die misschien hier en daar wat il en ijl klinkt, maar het niet is. Even zeggen dat in 2004 Andy Barlow en Lou Rhodes besloten toch hun eigen kant op te gaan, want de koek was op. Men besloot om zijn eigen route te gaan wandelen. Lou Rhodes, zangeres bijvoorbeeld, ging datgene doen wat er al die tijd van haar verwacht werd, namelijk een solo carrière met liedjes. Ze heeft inmiddels 6 solo platen gemaakt en het gaat inderdaad heel vaak over de liefde. En Andy Barlow ging datgene doen wat men ook altijd al van hem verwachtte, namelijk platen produceren. Zo ging hij werken met Willie Nelson, met Leanne Rimes, met David Gray en daar komt hij met Vink. En dat was onze toegang naar een latere sessie met Vink. You had something in common with the guys from Lamb, did you? Yeah, we got loads in common with those guys. They've been a big part of our little journey, actually. Lou Rhodes gave us our first support, I think, in Holland, yeah, at Paradiso, which was really cool. We got kicked out of the venue for talking, ironically enough. And then Basement Jack stole our dressing room. Is that that night? That's what happened. So what happens when you're at the bottom of the tree. But also Andy did production on your second album. And Andy, so that was Lou, and Lou's been a great supporter. We've supported a lot in London, and Andy produced the second album.
Distance and Time in his house, which was great. Yeah. Bless him. And John Thorne's been a good friend since the early days, because he played with Lou Rhodes. He said some really great things, encouraging words, and he's been at loads of our gigs, and yeah, we love that guy. Mm. Ever gonna slow down? Konden Andy en Lou Rhodes niet helemaal zonder elkaar, bleek. Want in 2010-11 besloot het tweetal om de band Lamb toch weer bij elkaar te roepen. Ook weer met diezelfde John Thorne. En zo kon het gebeuren dat wij in 2011 opnieuw een 2-meter sessie met ze konden opnemen. When we did recording with Fink, we played him a Lamb song. And he said, when you're going to do the recording with Lamb, play them my song. How do you know him? Yeah. That's great. We know him from way back. Yeah, he lives in Brighton. And he approached me, a good few years ago, and I think he found me on MySpace or something, and then we became friends and we started hanging out. And then the producer that I'm working with wasn't working out, and I said, well, let's try out a song. And so I ended up producing Distance and Time, his third album. And then he ended up playing on my Loeb album, and yeah, we just became sort of really close after that. Ik neem je mee naar de opname die we maakten op 30 januari 1997, naar de opname van Lamp. We kregen in totaal 7 nummers. Goreski heb je misschien al wel eens een keer gezien in 2 meter. En het nummer God Bless ook, maar deze nog niet. Dit is het prachtige Gold, Lamp. Life is light and everything around you when you ask why. Everything I touch is gold. Couldn't be a better place to be than just around.